Jasper ontroert in augustus de stoere mannen en vrouwen van motoclub Harley Zontour. 3000 euro. Zo, hallo. Hey. Samen met zijn motorvrienden haalt Jasper 3000 euro op voor een Amerikaanse behandeling voor zijn zieke vriendje Faber. Zelf weet hij dat er voor hem geen enkele hoop meer is op genezing. Jasper heeft een hersentumor. Zaterdag overlijdt Jasper. Op zijn basisschool zijn twee herdenkingsplekken ingericht. Vandaag namen de 700 leerlingen gezamenlijk nog eens afscheid van Jasper. Ze hebben stuk voor stuk bellenblaas in de zak. En er staat een persoonlijke wens op voor Jasper. Zometeen gaan ze die bellen wegblazen en er zit dan die wens bij. Naar de hemel. Voor kinderen blijft bellenblazen gewoon leuk, ongeacht de treurige aanleiding. Dat maakte dit afscheid voor iedereen heel draaglijk, zonder dramatische taferelen. Ook voor de ouders van Jasper. Het meest opvallende is, vind ik, dat de ouders in deze dat ongelooflijk knap en super doen. Ook zij staan hier samen met hun zoontje bellen te blazen met een allesbehalve verdrietig gezicht. En dat maakt het voor de kinderen gewoon ook heel draaglijk en gemakkelijk toch om hiermee om te gaan. En dat is het mooie van kinderen inderdaad, dat ze in het moment kunnen staan, maar ook gewoon weer verder kunnen kijken. Morgen wordt Jasper begraven. Voor zijn klasgenoten wordt er daarna een koffietafel op school gehouden.